Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zit hier aan tafel met, ik weet zeker, mijn vriendin. En die houdt van hagelslag, dus daarom eet ze een broodje. Hagelslag. En ik hou van chocopasta, dus ik heb hier een broodje chocopasta. Met een koffietje, water, vitaminepillen en lekkere aardbeidjuice. Of tenminste, er zitten meerdere dingetjes in volgens mij. Heel erg lekker. Vandaag, de dag, gaan er twee hele mooie dingen gebeuren. Eén, de babykamer wordt geschilderd. Dus dat is heel erg nice. En twee, we gaan een Lamborghini Urus Mansory ophalen. Die krijgen we mee om te testen, om te checken hoe het is. Ik heb geen flauw idee hoe deze Mansory er precies uitziet. De kleuren, wat voor kit erop zit, hoe uitgebreid, of het interieur ook zo is. Ik heb echt geen flauw idee. Dus dat wordt een totale verrassing. Die moeten we straks ophalen om 10:30. Dus dat is over anderhalf uur. Dus we gaan eerst even wachten tot het schilders hier komen en dat ze beginnen met de babykamer. En dan gaan we even lekker ontbijten in de tussentijd. Dus heerlijk. Dus voor iedereen die kijkt nu, shout-out naar jou. Hopelijk heb je een fijne dag gehad. En zo niet, kan ik hopelijk jouw dag wat mooier maken. We gaan er vandoor. En we nemen jullie... Gaan we het scooten. Gaat hij goed verder? En nu had ik zo graag bij jouw gezicht gefilmd. Hey. Ja, het gaat heel goed met mij. Ja. Mooi. Ja, met mij gaat het ook goed. Fijn. Michel die is aan de slag. Die is begonnen met de babykamer. Oh, dat gaat echt verschil zijn als we straks terug zijn, denk ik. Ja, dat wordt wel echt heel erg nice. Dus jullie weten hoe de babykamer er eerst uitzag. Gewoon witte muren, 90-10 geloof ik. 90-16. Ja. We hebben beneden 90-16, boven 90-10. Dus dat wordt echt super mooie verandering. En ja, je kan vragen, kan ik helpen? Maar ja, je loopt meer in de weg dan dat je helpt. Dus je kan verder niks doen. Als je Michel ziet schilderen, joh. Niet normaal. Ik hoop dat we vanmiddag nog eventjes kunnen kijken hoe hij dat doet. Zo. Ja, het is echt wel een beast hoor, wat hij doet. Ja. Dus dat is top. Nou goed, wij gaan de Mansory ophalen. Super spannend. Ja. Echt heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. En het is echt perfect weer, dames en heren. Ja, ik zei het net ook. Ik dacht echt van, oh. Ik dacht dus altijd, dat zei ik net, dat ik nooit een winterdip zou kunnen hebben. Want ik hou gewoon heel erg van de winter. Maar nu het afgelopen week al een paar ochtenden zo weer is, kan ook komen dat ik zwanger ben. Hè? Dat je dan gevoeliger daarvoor bent of zo. Ja. Dan denk ik wel van, oh, dit is toch wel heel fijn. Nu de zon schijnt en het blauwe luchtje er is. Om zo wakker te worden en dan alleen maar blauw te zien. Ja. Een paar wolkjes zijn altijd wel mooi. Maar gewoon nu helemaal blauw helder. Ik bedoel, moet je kijken. Het zonnetje lacht. De lucht is blauw. Ja, dat is gewoon super mooi. Ja, dat is echt fijn. Dus nu denk ik wel van... Nou, misschien had ik toch wel last van de winterdip. Voor het eerst in mijn leven. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. Let's go! Vinden jullie mijn pet trouwens een mooie kleur hebben? Ja, dan heb ik iets voor jullie. De kleur van de lucht, daar hadden we het net over, hè? Ja, dan heb ik nog iets moois voor jullie in deze kleur. Kijk maar eens even wat we tegenkomen op de snelweg. Zo, jouw haren, schat. Oké, dames en heren. We zijn bijna in de straat van waar deze auto staat. En ik heb eventjes overlegd met de eigenaar. En de eigenaar die wil anoniem blijven. De auto mag ik verder filmen, kenteken, maakt allemaal niet uit. Maar de eigenaar wil anoniem blijven. Dus dat zorgt er ook voor dat ik waarschijnlijk hier niet kan filmen. Omdat dat gevraagd is om dat niet te doen. Ik hou echt ontzettend van een eerste eerlijke oprechte reactie. Die kan ik denk ik in deze situatie eventjes niet geven. Omdat ik daar dus niet kan filmen. Maar we gaan de auto in ieder geval even ophalen. Even kennis maken met de eigenaar. En dan gaan we daarna wel even naar een plek waar we kunnen filmen. En de auto even goed kunnen laten zien. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. Ja, maar sowieso gaat mijn reactie de hele dag door super dik zijn. Want dit is gewoon de droomauto. Holy shit. Ja. Ik kan het echt niet beseffen. We zijn hier nu. Ik zie hem nog niet ergens buiten staan. Goed, we gaan in ieder geval eventjes checken. Holy shit. Oh, dit is niet normaal toch? Holy shit. In één keer besefmomentje. Oh, mijn hart gaat ook tekeer. Holy shit. Dit is toch een partijtje vet. Holy shit. Oh
my god. Holy shit. Dit is echt bizar. Matje! Hey, kom eens hier! Groepsknuffel! Hey! Hoe is het, jongens? Goed. Alles goed? Ja. Krijg een box? Kan je ook? Goed zo, jongen. Jeetje. Ik wil net zeggen, ga je nog stoppen met vloggen? Wat wou je zeggen? Ga je nog stoppen met vloggen? Ik stoppen met vloggen? Moet ik stoppen met vloggen? Heb je dat al 10 jaar? Ja, al bijna 11, joh. Deze boom is weg. Ja, ik zie het inderdaad. Die is weg. Het ding is omgezaagd. Is die omgezaagd? Ja, wat met vloggen. Hoe gingen ze dat doen dan? Tegen papa zijn auto aan. Meen je? Ja. En hoe gingen ze zagen dan? Ja, een soort graafmachine ging zo en dan was hij gewoon eraf. Dus ging het zo... En toen hadden we een soort boomstam. Een boomstam over. Oké. Okay. Nou, nice. Hij praat wel meer dan eerst, hè, Luciano? Ja. Ik snap het alleen niet. Ik snap het alleen niet. Hey, hoe is het? Ja, goed man. Nice. Wat een ding, hè? Het is niet normaal. Ja, de kijkers hebben hem nog niet gezien. Ik ga hem straks even mooi laten zien. Maar jeetje mina, die auto. Ja, als je erachter rijdt hoor je hem zo hard. Dat is bizar, hè? Echt niet normaal. Hola, hola. Hoe is het? Hallo, hallo, alles goed? Ja, zeker met jou. Mooi, goed, goed. Ja, ongelooflijk. Auto net opgehaald. En ja, een stukje verderop wonen Sheet en Samantha en de kids. Dus en die hadden we al een tijdje niet gezien, dus we dachten we gaan even langs. Kijk hier onder. Waar moet ik onder kijken? Huh? Hebben jullie dit met stoepkrijt gedaan? Ja. Echt? Jij bent toch ook gek op auto's, of niet? Is dat Chinees? Zo, wie ziet er chachi uit hoor, hey. Krijg een knuffel van je. Hoe is het? Goed. Zo, over meiden die groot worden gesproken. Is niet normaal. Jee, hoe oud ben je nu? 8 jaar. Wow, echt bizar, hé. Wow, ik zit gewoon in shock te kijken naar hoe groot je bent geworden. Wat? Hoe lang hebben we jullie niet gezien? Een halfjaartje of zo, denk ik. Ja, wel lang, hè. Krijg een box. November, volgens mij. Hé, wat is dit nou? Ja. Oh! Hé, hey, dat gaan we niet vergeten toch? Kom op zeg, hou eens even, hè. Als ik een box geef, geef ze high five en high five is een box, kom op. Wil jij zitten in de auto? Weet je nog, ik was toch klein toen zat ik in de Lambo. Ja, toen ging je sturen, hè? Even. Weet je dat nog? Ja. Nou, ga maar zitten in de auto. Ik ging ook nog staan rijden. Kijk, ga maar zitten. Rijbewijs, hè? Heb jij rijbewijs? Ja. Heb je die gekocht op de Zwarte Markt? Ja. Ja, dacht ik al, hè. Ja, maar mondje dicht, hè, mondje dicht. Oké, okay, kijk, hier heb je het gaspedaal. Als je deze klein beetje indrukt, moet je horen wat er gebeurt. Oké. Okay. Maar heel eventjes, hè, niet te lang. Ja. Oh, deze auto is niet normaal. Deze auto is niet normaal. Nou, wil jij dat ook een keer doen? Ja. Tuurlijk. En niet te lang, hè, heel eventjes, heel eventjes. Nog een keer. Goed, zo is het goed. Yo, deze auto, niet normaal. Oké, okay, nou, we gaan even lekker weer op de koffie hier. Nou, gelukkig is het niet zo vroeg in de ochtend, anders was de hele buurt wakker. Hey Luciano, weet je waar ik in één keer aan moet denken nu ik jou hier zo zie aan de keukentafel met de cadeautjes? Weet jij nog dat ik jou ooit een ananas gaf? Ja. Ja, dat was wel blijven. Nee, maar die ananas was mooi. Ja, wist niet wat het was. Nee, hè? Maar hij wist niet wat het was. Maar hoe oud ben jij nu, Luciano? 5. En wat wil jij voor je verjaardag als je jarig bent? Bier? Gesondeerd. Oh. Gesondeerd. Want jij kwam 2 weken geleden naar mij toe bij voetbal. En toen zei je, ook al ben ik 5. Ja, daar heb ik jou. Ik wil nog steeds bier, zei je. Ja, hè, weet je het nog? Jullie moeten deze overmaken. Oké. Okay. Zo afgeleid. Nou, eerst deze overmaken dan. Dan deze. En dan die. Ja, deze overmaken? Ja, dat zou dat nou zijn. Ik denk een babybedje, maar ik weet het niet. Wat? Ik denk een babybedje. Babybedje. Een babybedje. Oh! Ik heb hem echt al een maand in liggen. Toen zag ik nu om de story. Ik denk, nee, hè? Ja. Hetzelfde, maar ja, andere kleur. Ja. We hebben iets donkerder, geloof ik. Ja, ja. Deze is echt mooi. Ja. Kun je hem aftrekken? Wauw. En als voorbeeld kunnen we Luciano even erin leggen. Ja, even passen. Even kijken. Ja, dan moet je met je hoofd hier komen. Jullie hebben dat nog gedaan. Ga maar even liggen, jongen. Jullie hebben nog gezegd, ze zijn leuk.
poepluier schoongemaakt. Ja, klopt. Nee, Myron heeft zijn poepluier. Ja, toen moesten we... Nou, wij weten één ding zeker. Als dan eenmaal de jongen een paar jaartjes oud is, dan gaan we sowieso niet te lang wachten met de luier. Want we weten nu, als een jongetje met een paar jaar oud gepoept heeft in een luier en die gaat daarna van 20 glijbanen, dan zit de stront tot aan zijn nek. Ja. Ja. Dus dat mag hij zo, hè? Zo. Ja. Ja. Oh mijn god, ja, dat ben ik nog wel. Ja, fantastisch. Maar kunnen jullie allebei... Zo. Hé, hey, is dat kaas? Ik heb kaas. Ik ben ook een klant. Pizza. Waar heb dit je al? Ja, is goed. Ja, een driehoek klomp kaas, denk ik. Lekker. Wat de spierballen? Oh nee, de spierballen gebruiken. Zo, wie heeft er meer erover? Milana of Luciano? Dit is eigenlijk gelukkig. Milana. Hé, wat is dit? Speelgoedding. Oh, daar kan je eten in doen en dan eet hij niet zo snel. Dit is heel zacht. Oh, dit leg je gewoon in de box. Ja. Oh, ja. Wow, dan kunnen ze pakken. Het is niet zo heel hard, want ze laat ook wel eens even een gezicht vallen, toch? Oh, ja. Dan loop je weer te huilen. Nou, dat is een beetje dat telefoon in de avond in bed, dat je hem dan in je gezicht laat vallen. Ja. Dit is gewoon zacht. Oh, dit is ideaal, hè? Ja, oh, dat is leuk. Huh? Leuk. Vlaggetjes in dat stof. Nou, dat is heel leuk. Ja, alles is steady bij ons in huis nu. Ja, dat is echt leuk. Ja, thanks voor die wipstoel. Ja, ja, die is echt nice. Die is ook teddy, ja. Ik ben blij mee. Wauw, mooi hoor. Echt super nice. Ja, hou jij deze eens vast, maatje? Nee. Hou ook de andere kant vast. Hey, er is er een jarig. Hoera, hoera. Ja. Ja, we kunnen ook zo'n touwtje springen. Hey, 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 hey. Er komen allemaal teddy vanaf. Oh, sorry. Eerst even stofzuigen. Nou, dit is wel echt super lief. Stofzuigen. Nou, dankjewel. En dit ook nog? Jeetje. Het is voor mij. Schatje, er is nog meer. Ja, ik zeg even dankjewel. Nee, niet bij jou. Ken je wel. Jeetje. Je hebt het vanochtend al gehad. Wow, bizar. Ik doe er maar bij. Die kan mooi in de vensterbank. Het haalt een echte, haalt de zuurstof uit de kamer. Ah. Zo begreep ik. Ik denk, we geven nog geen flesvoeding of iets, maar ik denk... Dit. Zo, maar weet je wat echt bizar is? Wij hebben op de heenweg, hier naartoe, hebben wij het gehad over doekjes. Ja? Ja. Dat er zoveel merken zijn en dat ik niet weet waar ik moet... Zo, maar was het een aanbieding of wat? Jee, kijk hoeveel! Dit is het al. Dat is normaal, mooi joh. Ah, echt te lief. Oh, dit is voor de wc, toch? Ja. Wat is dit? Een zwemluier. Ah, jee. Kijk eens, alsjeblieft. Oh, maar. Die komt er net in. Dit is voor Luciano, toch niet? Nee man, lang al jaren niet meer. Oh. Ja, we hebben nog wel billendoekjes. Die zijn voor mij. Mooi joh. Wat deed jij? Ze hebben nog wel billendoekjes. Hey joh, wat zit je te doen? Ik ga gewoon een beetje handig beetje. Hij is zo druk. Zwemlaartje heb je denk ik. Ja, schattig. Super schattig. Schattig. Ja, echt veel te lief. Echt veel te lief, dankjewel. Echt super lief. Alles in crème. Dankjewel maat. Super lief. Echt leuk, echt heel erg leuk. Wat een verwennerij, joh. Oh, lekker ijsje. Hey, volgens mij, ik weet het niet zeker, hè, maar volgens mij hou jij van verschillende mooie kleuren, of niet? Rainbow. Ben je de rainbow girl? Ja. Je hebt wel vette broek aan, hoor. Even serieus. Dat noem ik slap. Ja. Dat doe je regenbroek. Zo, regenbroek maar aan. Ja, echt vet. Je hebt even vette broek aan. Ja, super lief dit. Niet normaal, joh. Wat een gekkigheid. Ja, dit is een oud dingetje. Mijn pet wordt altijd gejat hier. Hey, maar Luciano, wie heeft dit bedacht in jouw haar? Niemand. Heeft de kapper dat bedacht? Want kijk eens naar die kant daar zo, dan kunnen we het even zien. Want hier heb je het niet, zit aan de andere kant. Oh ja, kijk, jeetje, Mina. En is er al een meisje naar jou toegekomen die zei, wow, jij bent knap met je haren? Nee. Nee? Heb je al een vriendin trouwens, of niet? Nee? Ben je op zoek naar een vriendin? Nee? Oké. Okay. Nou, gewoon lekker met auto's spelen. Wat ga je doen? Geen metselen? Ga je weer lekker verlegen doen? Nee, je bent niet verlegen toch, hé? Wat ga jij eten hier? Kiwi. Kiwi. En kiwi eet je toch met schil, of niet? Nee. Nee, hoe ga je dat doen? Zo, kijk eens even. Is het een zachte of een harde kiwi? Zachte. Is het een zachte? Kijk eens even. Goed, ze erboven. Dit krijgt ook zo mee in de school. Dus ik ben benieuwd hoe die dat op school doet. Lekker man, goed bezig jongen. Je kan die schil ook gewoon eten hoor. Echt? Ja. Dat lieg je. Kijk, let eens op. Ik kan echt. Kijk Lucia, mag ik een hapje hiervan?
Dat kan gewoon. Kijk, wat je dus kan, hoeft niet, hè, maar het kan. Kijk. Kan maar je kan dus met schil opeten, wist je dat? Nee, wist ik echt nooit. Gek, hè? Eet je banaan ook met schil? Ik vind het niet... Ja. Nee. Ik vind het niet per se lekker of zo, maar het kan dus wel. Zo harig. Ja, het is wel een beetje harig, ja. Dus nou goed, ik slik hem door, maar ik ga het niet meer doen. Dat snap ik. Wat zit hij te doen? Ik zat hier zo te krabben en zei dat zo... kietel niet hoor. En toen zei ik dit en dit dan. En toen ging hij wel een beetje zo. En toen zei ik en dit dan. Hé, hey, maar wat zie ik nou? Zit je nou toch de schil een beetje op te eten? Ja, ja, hè? Ja, toch lekker, hè, dat schilletje? Schiet zo meteen tegen het plafond aan. Ja, ja. Die lepel zo met ijs op de hoek. Ja. Oh, lekker hoor. Wauw. Ik heb een ritje gehad van Zeewolde nu terug naar huis. En deze auto is sowieso, de Urus is bizar. Nog steeds in mijn beleving echt de dikste SUV ter wereld. Maar nu met deze Mansory bodykit erop, de uitlaat, het geluid daarvan, het stuur, de hele beleving. Het is echt, het is compleet. Het is niet normaal. Je zit hier dan serieus gewoon een, ik weet geen eens hoe het heet. Een sterrenhemel, heet dat zo? Sterrenhemel zit hierin. En dan heb je een afstandsbediening, die ik dan wel weer een beetje goedkoop eruit vind zien. Maar hier een RGB afstandsbediening. Kan je dan verschillende kleuren doen. Groen, rood. Ik weet niet echt of je het verschil gaat zien op camera. Blauw. Kunnen we sowieso wel een keertje in de avond eventjes testen. Wit. Ja, bizar. Het is echt bizar. Deze auto is next level. En het bizarre hiervan is, ik ga ook eventjes de motorkap nog open doen. En daar heb ik niet heel erg veel verstand van. Maar wat ik wel weet is dat deze auto getuned is. En hij heeft geen standaard fabriek 650 pk. Nee, deze auto heeft meer dan 800 pk. En dat merk je ook meteen tijdens het rijden. Dus toen ik heel eventjes een rondje had gereden en hem wat warm heb laten worden, heb ik even hem op sport gezet. Heb ik gas gegeven. Wauw, je vliegt als een raket. Het is echt ongelooflijk. Het is echt... ik doe het stuur even wat lager. Oh, het stuur is zoveel groter geworden dat zelfs op de laagste... Oh nee, hij kan nog iets lager. Ja, zelfs op de laagste stand zie je nog hier een rand, zeg maar, van het stuur. Normaal gesproken zag je deze rand niet. Maar dat, dat is nu niet anders. Het stuur is gewoon echt een stuk groter geworden. Dus die blijf je zien. Deze auto is niet normaal. En je hoort het ook al met als je gewoon gaat reffen dat het een extreem uitlaatsysteem is. Let maar op. Hij is heftig. Hij is echt. Hij is heftig. Misschien te heftig wel. Er hoort dik geluid bij zo'n auto. Maar dit is denk ik net wel even te heftig. Maar jeetje mina. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Als je de auto uitzet, dan gaat het stuur automatisch omhoog en de stoel wat naar achter. Zodat je meer ruimte hebt om uit te stappen. Maar wat je hier dus ziet, het Mansory Lamborghini stuur. Ja, ik vind sowieso wat dingetjes aan deze auto niet helemaal precies zoals ik het zou hebben. Maar dat neemt niks weg van het feit dat het gewoon super bruut en gruwelijk is. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur aan kleuren en samenstelling. En dit zou niet mijn samenstelling zijn, maar het feit dat ik deze auto mag lenen voor een paar dagen, dat mij dat wordt toevertrouwd en dat ik dit kan delen met jullie. En we gaan sowieso nog wel eventjes wat mensen meenemen in de auto en even een stukje rijden, want het is altijd vet om dit soort dingen te delen met mensen, want het is gewoon uniek. En ja, ik krijg dat niet vaak te zien, maar daarom is het juist alleen maar vet. Oh, ik zie nu trouwens. Oh ja, dat is logisch. Wow, daar had ik nog helemaal niet bij stilgestaan. Maar ik zie nu pas trouwens dat door die sterrenhemel, dat je dan geen panoramadak hebt. Dat is dus weer een verschilletje. En deze auto heeft aan de achterkant 3 stoelen in plaats van 2. En ik heb bijvoorbeeld overal gele stitches. En dit is gewoon helemaal zwart. Dus ook het logo is gewoon helemaal zwart Lamborghini en niet met gekleurde stitches. Maar dit is natuurlijk super vet om te delen met jullie. En om te laten zien en jullie daarin mee te nemen. Het is echt gruwelijk. Het is zeg maar echt even een beetje een voorproefje van hoe een Mansory kit kan zijn. Je hebt hier ook wat details, zoals het matje, die is Mansory. En je hebt hier aan de zijkant heb je dat carbon met Mansory. Nou, je hebt nog veel meer opties. Want wat ik bijvoorbeeld ook heb gekozen is dat deze binnenste lijn, die heb ik ook gekozen voor Mansory. Het matje heb ik dan weer niet gedaan. Dat vond ik dan weer niet nodig. Het stuur is bij mij anders. Want hier komt een toerenteller op. Aan deze kant en aan die kant. Dus dan zie je zeg maar lampjes van hoeveel toeren je zit wanneer je moet schakelen. Ja, het is echt bruut. Het is echt heel erg bruut. Wat ik dus bijvoorbeeld mis aan deze auto is echt de spoiler achterop. Die mis ik echt heel erg. Dat vind ik juist een van de vetste onderdelen.
onderdelen van de Mansory kit. Dat er hier achterop een super mooie grote spoiler op zit. Sommigen vinden dat juist weer niet mooi, maar wat ik al zei, het is sowieso een kwestie van smaak of je dit vet vindt of niet. Maar je ziet ook gewoon dat hij wat breder is. En hij heeft gewoon echt een enorme mooie kont met deze kit erop. Ja, en die uitlaat, dat vind ik gewoon echt Batman-stijl. Dat is bizar. Hij is hier nog wel heel erg puntig. Dus echt wel, echt een driehoek als het ware. Die nieuwe kit, die heeft ietsjes meer ronde vormen. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon beide gruwelijk is. Het is niet normaal. En ja, hier zie je wel aan dat deze auto is super bruut. Heel erg dik. En ja, je ziet ook zeker wel dat het een unieke, exclusieve auto is. Met echt een enorme vette carbonpakket. Alleen het is geen schreeuwauto als je puur kijkt naar de kleur. Ja, dat vind ik wel eigenlijk een beetje jammer eerlijk gezegd. Want juist zo'n auto, zo'n unieke, exclusieve auto. Ja, als je het dan doet, dan kan je er op zich wel een felle kleur op doen. Hij is toch al helemaal volledig aangepakt met de bodykit erop. En extra breed, groot, lang en geluid. Dan zou je er ook wel een fellere kleur op kunnen zetten. Maar wat ik al zei, dat is gewoon puur een kwestie van smaak. Want ik weet dat er genoeg mensen zijn die juist niet houden van het schreeuwige. En dat ze juist deze combinatie echt heel erg mooi vinden. Maar ook hier de punten aan de voorkant van die bodykit. Die vind ik zo ontzettend vet, hè. Die punten hier die je allemaal ziet van die bodykit en hiervoor. Ja, het is echt gruwelijk. Het is niet normaal. Het kenteken dat hij daar zo klein is, vind ik ook super smooth. Ja, dat is niet normaal. Echt, wat een machine is dit. En dat hij nu hier staat, op mijn oprit. En dat over, ja, dan heb ik het wel over echt een hele fanatieke periode. Maar het zou kunnen zijn dat over 2 maanden al mijn eigen Mansory klaar is en hier in de garage staat. Maar wat ik al zeg, dat is echt heel erg fanatiek. Dan moet alles wel in één keer smooth en goed gaan. Maar daar is een mogelijkheid. Maar ongelooflijk. De happers ook die je ziet. Hier deze carbon happers aan de zijkant. Je hebt van die happers hier op de motorkap. En dan dit is geen wrap of zo, dat lijntje. Dit is allemaal ingespoten. En dit wat je hier ziet is als het goed is ook carbon. Maar dat is al een beetje het verschil wat ik wilde uitleggen aan jullie de vorige keer. Is dat hier zie je dat het carbon is. Want het heeft gewoon de carbon look. Maar dit is dus ook carbon. Alleen het is gespoten. Dus het is carbon, maar het ziet er niet uit als carbon. Dus nou, ik hoop dat ik het zo een beetje goed uitleg. Maar dit is echt ongelooflijk. En dit is carbon fiber. Zoals de meeste mensen carbon kennen. En mijn hele pakket bestaat uit forced carbon. Dus dat ziet er net even, ja, dat is een andere soort uitstraling van carbon. Andere soort type. Dus je gaat met deze bodykit en met die ik heb samengesteld, ga je echt nog wel een verschil zien hier en daar. Maar wat ik al zei, dit is echt zo'n ongelooflijk dikke voorproef van wat er gaat komen. Oh, geloof mij. Ik heb tijdens het rijden heb ik echt tranen in mijn ogen gehad en heb ik echt lopen stralen als een gek. Zo van, dit meen je toch niet? Dit is serieus, dit is echt. Ik hoef niet wakker te worden of zo, het is geen droom. Dit staat hier, dit rij ik nu, dit wordt gewoon mijn eigen uiteindelijk. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Oké, eventjes de planning doornemen. Wij zijn nu weer naar huis gegaan, want we hadden beloofd aan de schilders dat we even met z'n allen zouden lunchen en dat we ook de lunch zouden regelen. Dus ik heb eventjes lekker een rondje gereden en ben nu thuis gekomen voor de lunch. Myron die is de broodjes aan het ophalen. Dus die verwacht ik elk moment thuis. En dan gaan we even lekker smikkelen. En dan gaan we de rest van de dag sowieso natuurlijk nog even rijden. Ik ga straks even de auto aan Milan laten zien. En ik ken nogal wat mensen die deze auto wel echt heel erg vet gaan vinden. En wat ik al zeg, dit is gewoon prachtig om te delen met mensen, om te laten zien, het te ervaren. Gelukkig heb ik het vertrouwen gekregen om deze auto mee te krijgen voor de aankomende dagen. Dus ik zal daar ook zelf in rijden, tegenover de eigenaar toe. Natuurlijk is dat fijn, maar ik kan altijd natuurlijk mensen meenemen in de auto en dan een beetje het gevoel delen. Dit is niet normaal, mensen. Dit is echt absurd. Echt. Absurd. Holy shit! Wow. Hey, schatje! Hey. Wow, ik zei 10 minuten, maar 2 minuten is ook wel goed. Oh. Hey, je bent er al. Ik zei over 10 minuten smijnen, maar je bent er al. Ik heb lekker broodjes. Lekker. Zoals jullie zien, dames en heren, ze zijn volop aan de slag hier. En dat ziet er allemaal goed uit. We gaan straks even bij de babykamer kijken. Maar we gaan eerst dus even lekker lunchen hier met z'n allen. Dus dat hebben we goed geregeld zo. Oké, schat. Oké, spannend zeg. Ben je er klaar voor? Ja. Jij? Daar gaan we. Ik ben er ook klaar voor. Kijk eens. Oh, dit is echt nice. Dit is wel een fijn gezicht zo, hoor. Dit is echt mooi. Ja, super. Ja, je ziet heel goed het kleurverschil als je zo omhoog kijkt. Ja, heel mooi. En ook met de plinten zie je ook gewoon duidelijk het verschil van wit en hoe de muur nu is. Ja, is echt top.
like it, I like it. Ja, toch? Gewoon even wat warmer dan wit, gewoon zo. Ja, precies. En dan hier straks die tennismuur, ja, heel mooi. Ja, want dat is de reden waarom het zeg maar hier gewoon zo geverfd is. Omdat hier komt uiteindelijk die teddystof op. En je ziet wel gewoon duidelijk het verschil. Ja, dat ziet er echt mooi uit. Pretty, very pretty. Ja, super. Hier zie je het beste het verschil. Ja, gewoon echt wat warmer. Ja, like it. Kijk ze nou staan daar met z'n tweeën. Ongelooflijk. Ik ga even het karton weggooien. En dan zie ik ze daar zo staan met z'n tweeën. Maar ik ga wel gewoon lekker de aankomende dagen, nu ik hem eventjes mag gebruiken, alleen maar in de Mansory rijden en niet in mijn eigen. Maar dat is natuurlijk logisch. Myron, 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 Myron! Voilà, babe. Hey, schatje. Ik was lekker een koffie in de tuin aan het drinken. Ja, ik zag jou lopen en ik dacht, kijk, dit is waarom we dit hebben gedaan. Hè? Ja. Dit is waarom we hebben verbouwd en hier ons droomhuis hebben gemaakt. Om gewoon lekker binnen een koffietje te zetten. En dan daarna zo lekker in de tuin te lopen. Ik zat hier. Ik vond het echt grappig. Ik zat hier zo. Ik was even de vlog aan het fixen. Titel, thumbnail bedenken. Vlog inplannen. En in één keer, ik zie iemand in de tuin. Ik denk, huh? Ik kijk zo. En ik zie Marion zo met een kopje koffie. Een beetje om zich heen aan het kijken, genieten van het lekkere weer. Toen ging ik lekker op het trampje zitten daar, maar dan kon je mij niet meer zien, hè? Nee, ja, lekker hoor, schat. Maar ik dacht in één keer, misschien kan ik wel gaan grasmaaien. Oh, ja? Daar had ik in één keer heel veel zin in, maar het is wel een beetje te nat. Wacht eens even voordat je dat gaat doen, schat. Wait a minute. Laat me even checken, vanaf wanneer mag je grasmaaien? Dat gaan we niet zomaar doen natuurlijk. Je maait gras wanneer de grondtemperatuur zich begint te verlagen. Je maait gras van... Je maait gras wanneer... Wanneer? Mag ik even zeggen? De temperatuur, de grond. Schat. Je maait gras wanneer de grondtemperatuur zich bevindt tussen de 7 en de 25 graden. Grasmaaien doe je daarom alleen in de seizoenen dat gras groeit. De lente, zomer en herfst. Ja, maar het is bijna lente. Bijna? Ja. Nog niet. Maar helemaal. In Nederland is het weer zo in de war dat het eigenlijk al lente is. Want de krokussen zo zijn ook allemaal. Ik zei nog zo, doe dat nou niet. Ja, nu weet je die Nederlandstalige nummers wel. Ja, zo mooi. Misschien heeft alleen maar van die Nederlandse hits op. En mijn moeder zei nog, doe dat nou niet. Maar ik deed het toch. Oh, ik heb schaamd. Nee, dat zingen we niet. Nee, dat klopt. Dan maar niet grasmaai, hè? Nee. We hebben wel zo'n kookwekkertje, zo'n kooktemperatuurding gekocht, weet je nog? Vorige week, voor die vlees, waarvan ik zei... Klopt. Die kan je even in de grond steken. Kan je kijken wat de temperatuur is. Gaat het werken? Ja, tuurlijk. Ik zat te denken, hoe kun je de grondtemperatuur meten? Gewoon dat ding erin steken. Nou, ik denk dat Google dat ook wel weet, hoor. Wat is de grondtemperatuur vandaag? Hier, kan je gewoon vinden op internet. Is nou, bizar. Hier, kijk eens even. Ho, ho, ho. Ho eens even. Dit is waar we ongeveer wel moeten, toch? Ja. Schat. Ja. Oh my god. Jij hebt nog geluk ook, hè. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Ik had het alweer gezien. Het is ongelooflijk. Oké, de grond is 7,5 graden. Ja. En mag vanaf 7. Ja. Jij bent echt een typetje, jongen. Zal ik grasmaaien dan? Ja, het kan. Maar weet je wat het wel is, schat? Nee. Dan moet ik wel echt even serieus in zijn. Je dakken moeten eerst weg. Ja. Dat weet ik. Dat is wel echt een klus, hè? En je moet even kalm aan doen. Want weet je, mijn moeder is zijn nog. Oeh, schatje, wacht. Oeh, schatje. Ik zit op een stoel met wieletjes. Nee, maar het is, er zitten veel te veel takken in de tuin. Dat is nu een beetje het ding. Ja, kijk hoeveel takken je overal ziet. Dat moet eerst allemaal opgeraapt worden. En dat wil ik met alle liefde voor je doen. Maar ik moet echt eventjes een uurtje wat dingetjes regelen. Ik weet het, maar ik kan ook gewoon even een uurtje zo lopen en dan... Squat. Squat. Want dat is het wel. Ik moet niet meer echt deze beweging gaan maken. Want dan merk je dat het niet heel fijn. Hebben we geen prikkers? Echt, hè? Zo'n vuilnisscheppertje. Ja. Hebben we niet. Dat was wel ideaal geweest. Ja. Of misschien met de bladblazer. Kan je die dan niet wegblazen? Jij wil, terwijl je al een beetje last hebt van je rug, wil je met zo'n bladblaasding op je rug gaan bladblazen. Jij denkt niet goed na, schat. Nee, wie is het toch niet zo slim? Nee, ik zou het niet doen. Nee, heeft daar een specht of zo in die boom gelopen? Nou, dat is leuk dat je het ziet. Zie je dat? Ja, serieus. Ja, dat denk ik echt. Dat denk ik ook. Kijk, je ziet daar een gat in een boom. Ja, ja joh. Dat heeft hij leuk gedaan. Durf jij je vinger erin te steken? Ja hoor. Nee joh, echt? Tuurlijk. Je gaat toch niet je vinger in een donker gat stoppen? Jawel, want die insecten, die heeft die specht er al uitgehaald. Dus het is gewoon een schoon holletje. Ja. Is dat zo? Wel. Oké.
Interessant. Weet je waarom ik nu hierheen kwam eigenlijk? Ik hou ook niet zo van Nederlandstalige muziek. Echt? En ik dacht, als ik dan daar ga zitten, achter mijn laptop... Dan hoor je de hele tijd dat. Is dat echt zo? Ja, maar ik wil ook niet tegen hun zeggen, kan die muziek even uit? Want zij zitten zo lekker erin. Heet het mee te zingen. Nee. La 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 la. Dus ik dacht, ik ga gewoon even in de tuin zitten. Maar het is eigenlijk nog wel een beetje te koud om daar te zitten. Ja, klopt. Je verkijkt je erop. Je denkt super mooi weer. En dan is het ook, maar nog wel even zo'n lekker spijkerjackje aan, hè? Ja, en dan was het nog een beetje te koud. Beetje fripsig. Ja. Nee, maar laat mij dit in ieder geval... Als jij echt super graag wil grasmaaien... Marvin vindt dat echt geweldig. Ik ook, hoor. Maar Marvin, die, als je dat wil... Dan laat mij in ieder geval dan even morgen of zo... Oh nee, dat zijn we niet. Ook niet. Laat mij dan ergens volgende week even takken grapen. Grijpen. Graag, opraaien. Graag. Opraaien. Oprapen. Oprapen. Ja, dat is goed. Ja? Ja, en dan kunnen we ook weer een keer een potje pingpongen. Oprapen. O-P-R-A-P-E-N. Huh? Spel jij dan? Nee. Noem dan 3, 2, 1. O-P-R-A-P-E-N. Oké, okay. Dat is hetzelfde wat ik zeg, hoor. Was ook een grapje, man. Oké. Okay. Ansklopedie. E-N-C-L, Grieks I, P... Sl, Ansie, O-D-I-E. Vergeet je nog. De O? Aan het einde. En oerenhaard. Oerenhaard. Zier oranje. Dus je komt lekker bij hier gezelschap houden. Weet je wat ik ook kan doen? Kijk, die schuifdeur kan ook open. Dan kan je wel hier zo zitten. Zal ik dat even voor je doen dan? Ja, misschien wordt het een beetje koud voor jou. Kijk, zit ze goed zo? Er is windje zo erbij. Is wel goed hoor, voor je. Vitamine D, hè? Ja, lekker dan. Lekker. Nou, goeie, ik vind het wel gezellig hoor. Yes! Oké! Okay. Nou, ga ik maar van het week. Wajo, schatje, hoe lang heb je hierover gedaan? 2 seconden. Wajo! Myron die heeft even mijn banner geüpgraded. Boom, baby! Boom! Ja, maar je kan even nog wat anders kiezen. Als je een andere tekst zo kan ook, hè? Nee, dit is perfect. Kijk hoe mooi dat eruit ziet. Hoppa, knoppenhouden.nl. Volgens mij heeft Mr. Beast iets van... wil je een koekje of zo? Subscribe voor een koekje. Ja, subscribe voor een koekje, ja. Ja, dat is een beetje het ding. Mr. Beast heeft echt wel veel gedaan voor YouTube. En veel, is grote inspiratie geweest voor veel mensen. Omdat iedereen dacht altijd... de banner moet zo vet mogelijk zijn. Met allemaal reclame, met teksten en websites. En toen kwam in één keer Mr. Beast met... Subscribe voor cookie. Ja, dat heeft super goed gewerkt. Het is gewoon echt lachen. Dus ja, dit is in ieder geval beter. Want ik zei net tegen Maya van wow, het is 1 maart. Of is het 2 maart? 2 maart. Ja, het is begin maart. En ik heb serieus nog steeds een kerst en oud en nieuw banner. Dat kan eigenlijk echt niet. Maar ja, heeft Maya hem even geüpgraded. Dankjewel. Ja, even naar dit. En dan gaan we binnenkort een nieuwe banner uploaden. Nice. Yo! Yeah. Was het goed, bro? Ja, lekker. Nice. Oh, ik had helemaal niet door dat het raam open stond. Je dacht dat dit dicht was. Ja. Ik zag zo zitten, ik wilde bijna gaan zwaaien. Ja, maar je zei ook helemaal geen yo, bro. Nee, ik dacht, ik zie jou daar. Je zwaaide gewoon zo alsof het raam dicht was. Nee, maar alles lekker? Ja, man, met jou? Bro, holy kanonskogels. Bro, dat is het echt, hoor. Holy shit. We gaan een rondje rijden, of niet? Oh, bro, jezus. Jij gaat echt omvallen van het geluid. Oh. Ja, dat is niet normaal. Ik heb er nu al zin in, hè. Ja, dat is echt... Het is echt bizar. Ik ga sleutels pakken en dan gaan we meteen even een rondje rijden, denk ik. Oh, heerlijk. Ja, is echt niet normaal, gast. Heerlijk. Echt bruut. Zulke aanpassingen zoiets in het gevoel doet, hè. Oh! Ja, is echt bizar. Ik doe even lekker mijn slippertjes aan. Kijk dan. De knolpower slippertjes. Gaan we even een rondje rijden. Ik ga hem starten, ja? Ja. Oké. Okay. Wacht, wat misschien moet ik gewoon mezelf zo. Ja, nee, wat leuker is inderdaad, is misschien dit zo. Kijk ik naar het kontje? Ja. Ja, kijk maar naar het kontje. Ik kijk naar het kontje. Hij is ook mooi gekruist, zo'n sterkontje. Jezus. Oh, dit is niet normaal. Waar je hem? Nee, man. Wow. Ik denk al, dit valt nog wel mee, bro. Ik had mijn festivaltoppen nodig. Holy shit, holy hè? Shit. Hoe kan dat? Hoe ze dat doen, dat weet ik ook niet. Holy maar shit. Ze weten wel wat ze doen in ieder geval. Het is wel dik, hè? Holy shit, maar bro, die hele achterkant.
Ja, zeg jij. Nu heb je ze wel mooi naast elkaar gezet, dus je kwam gelijk, hè? Ja, dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet laten zien, maar zo kan je inderdaad wel heel erg goed zien het verschil. Dan zie je wat voor upgrade zo'n bodykit wel niet krijgt. Ja, dat is echt bizar. Echt bizar. Ja, dat is echt een groot verschil. Holy shit. Kom, gaan rondje rijden. Ja, bro. Hé, hey, kan je één ding vertellen? Ik heb de tunnel nog niet gepakt. De tunnel. Ja man, sorry man. Hé, hey, is gek. Wauw, sterrenhemel. Dit is gek. Hé, hey, schatje, wat voor kleur wil je die sterren? Hé, rood. Wow. En dan kan hij ook waven. Hij kan ook blauw zoals de avatar. Wauw. Oh. Blauw vind ik echt hard. Ja, is echt. Kan hij ook waven? Te veel gevraagd. Ik heb geen idee, bro. Waven. Je ziet het wel zo. Wow, yo. Kijk ons dan. Videoclip. Wie had dat gedacht van Counter-Strike? Oh, sorry. Bro, dat is echt gek. Ja, bizar, hè? Wat is dit dan? Ik weet niet. Er staat, oh, je staat hier jump? Nee. Ja, kijk dan. Dit is veel te mooi, man. Alles voelt lekker. Dit is gewoon de eerste keer in de Mansory. Oh, dat stuur ook. Goud. Goud. Zit je ook dichter bij het plafond? Ja, dat lijkt zo, hè. Of maar weet je waardoor dat komt? Omdat er geen panoramadak zit. Ah. Normaal gesproken kijken we omhoog natuurlijk. Ja, dat voelt opener. Ja, maar ook dat geluidsverschil. Ik dacht eerst, moet ik nou enthousiast zijn of zo? Want het is eigenlijk niet veel beter als je wat je had. En gewoon stationair is gewoon hetzelfde. Ja. Maar als die even warm is en je geeft gas en je hebt die pops en bangs, dat is wel echt next level. Ik heb wel weer heel veel vragen. Wat dan? Ja, rijdt dit dan zo anders? Met zo'n vleugel meer achterop of zo? Ja, met zo'n spoiler bedoel je. Ik merk niet per se dat het anders rijdt. Alleen wat ik je nog niet heb verteld, wat deze auto heeft. Mijn Yurus heeft standaard pk vanuit de fabriek, dat is 650. Mm-hmm. Deze Yurus, en dat ga je dus ook merken. Ja. Dus ik hoop dat je... Ja, ik zit... mijn gordel, maar ook je gevoel goed zit. Oh, mijn gevoel is wel goed. Oké. Okay. Deze heeft ongeveer 840 pk. Jezus. Dat is echt... Absurd. Dat is echt absurd. Dat is absurd. Kijk, een Tesla Model X die heeft 1000 pk, maar dat is elektrisch. Wow, maar dat is 20 keer mijn auto. Ja, ik heb 50 pk of zo. Ja, ik zweer het. Dat zijn 1000 paardjes. Rustig. Wow, ik rij 9 km per uur. Wow, allemaal motorrijders, dat is ook wel vet. Hé, hey, dat is die Pikachu motorrijder. Ja, oh, dat is wel vet. Gaan we met hun mee rijden? Even wachten. Kijk, daar komen ze. Oh, ze gaan niet. Ja. Oh, dit is wel dik. Holy shit! Wow, dit is wel heel anders. Oh my god! Pikachu. Hey! Maar hey, we treffen het ook wel perfect met die motorrijders, zo. Oh. Gaat die goed, bro? Bro, het is zo gelijk. Het gaat gewoon gelijk. We hebben Elmo, we hebben Pikachu, we hebben iedereen, wat bro. Wat gebeurt hier allemaal om ons heen? Er is ook geen 21 motorrijders. Wat gebeurt hier allemaal? Oh. Oh, joh. Oh, mijn god. Het is zo direct. Het is echt niet normaal. Ik had het zo niet verwacht. Dit is zo anders. Ja, het is niet normaal, hè. Je merkt dat wel, hoor. Dat vermogen, dat verschil. Ja, dat geluid ook. Die beleving is sowieso insane. Oh, zo anders. Maar jij hebt
Ik heb al zo vaak natuurlijk ook bij jou in de auto gezeten, dus ik weet dat die hele ervaring daarvan is. Zo, die Pikachu ook. Oh, zo dik ook die elbow. Let's go! Ze hebben ook al motoren. Hé, hey, maar wie zien we allemaal voorbij komen, man? De Sesamstraat, Pokémon. Holy shit, ouwe. En ook gewoon weer een chick die meerijdt. Super echt, tof. Hè? Ja, ze lopen nu wel uit elkaar. Ja, maar volgens mij zijn het niet allemaal motoren. Ja, want sommige gingen veel langzamer. Er zijn A2 of zo, weet je dat? Ja. Dat beter. Ja, want hij, kijk, hij doet echt zijn best. Hij ligt helemaal, maar hij komt geen streek vooruit. Nee, dat is dan een A3, denk ik. Ja, dat is het begin, toch? Ja, dus voor als je 18 bent tot 21 heb je A3, geloof ik. Ja. 21, 24, A2. En dan vanaf je 24ste mag je vol vermogen. Maar goed, de auto die was gelukkig warm, dus we konden even een beetje gas geven. Maar dat doe je natuurlijk niet de hele tijd, want je merkt wel, het doet echt wat met ons. Hè? Het doet echt wat. Je wordt er zo euforisch van. Ja, ook je hart en zo gaat sneller kloppen, adrenaline. Maar alsof ze ook twee panelen aan de achterbank weg hebben gehaald, zodat je... Nou, die motor zit trouwens voorop. Ja, omdat je de motor hoort. Ja. Het is zo absurd, alsof je hem op de motor zit. Zo voelt het dan. Ja, dat is echt gewoon dat uitlaatsysteem wat dat doet. Maar die Pikachu die zie ik vaak rijden, hoor. Ja. Ja, ik heeft altijd dat als ik motor rijd, dat ik hem tegenkom. Hij komt hem nooit tegen. Dat is leuk, man. Met z'n allen zo genieten van het weer, lekker rijden. Ja, zo meteen weer zomer, hè. Dan ga je, stap je weer op je motortje. Ja, maar ik denk wel wat minder. Ook, maar ik had het net met Mario nog over. Dat, ja, je wordt vader. Ja, nou, ja, maar ook ze is dan net bevallen, weet je. Ja. Ja, dik, hoor. Pikachu, the man. Hey, waar zijn ze? Oh, daar is hij! Holy shit! Dik, bij deze zo, bijna ja, kom ik erbij. Ja, ja. Ja, maar hey, nu zit je echt te f*** met mazzel. Ja. Dus, dit is gek, hoor. Ja, lijp. Heel gek, hè. Dit was echt de laatste dag bij maat. Zo! Nee, je krijgt er ook geen genoeg van. Nee, dit wil je blijven rijden. Ja, niet normaal. Ik heb wel het idee dat het nu een beetje te gek wordt. Dus we gaan ons wel nu distancieren van de motorrijders. Ja. Maar anders zit je elkaar te lang op te hypen en dan dat is niet goed. Juist. Dus we gaan nu onze eigen weg en dan gaan we weer richting huis. Maar je hebt wel nu meteen het idee gekregen van... Ik weet nu wat Mansouri is. Oh, ja, man. Shit. Oh shit. Ja, dat is echt vet, hè. Je hoort er altijd wel van ja, ik wil Mansouri. Dit is Mansouri. Dit is Mansouri. Ja, Mansouri. Holy shit. Ja, Mansouri. Ja, Mansouri, dude. Kijk hoe clean. Oh, oh, oh. Nu we weer thuis zijn, gaan we eventjes het volgende bekijken. Want dat heb ik nog niet gedaan. We gaan eventjes onder de motorkap kijken. Want ze hebben dus deze getuned, geüpgrade. Dus laten we dat even checken. Als het goed is, heeft dat gewoon dezelfde plek als bij mij. En dat is hier. Zo, en is die open. Even voelen, even kijken. Ja, ik heb hem. Nou. Het valt al tegen. Nou, dat valt allemaal tegen, ja. Dit is niet echt dat een verschil. Zo'n keurig bovenwacht hier. Nee, nou ja, je hebt dus de opties. Ik heb dat zelf ook niet aangevinkt, hoor. Maar je hebt dus opties dat in plaats van dat hier staat V8 en Lamborghini en zo, dat dit ook allemaal Mansouri aangekleed is. Alle kapjes die erop zitten en zo zijn allemaal Mansouri. Zo, hoor dit dan. Zo, gaat ook wel lekker. Maar goed, dat heeft deze dus niet. Maar nee, dat is, ja, als je rijdt zie je er natuurlijk toch niks van. Dus ja, ik vond dat niet nodig. En ik vond het ook wel een beetje te duur worden dan. Als je echt alles, alle kleine dingetjes erbij doet. En helemaal compleet. Wat je dus ook niet ziet, zeg maar. Dan ga je echt, dat is echt lijp. Alleen, ik heb wel echt gewoon alles aangevinkt wat je van de buitenkant ongeveer gaat zien. Dan zit er wel echt zo goed als alles op. En dat vind ik wel heel dik. Maar goed, dit was wel echt even een mooi rondje die we hebben gereden. Wij gaan ons maar eens even omkleden. Even sporten, weer gezond doen. Hey, dan gaan we even gezond doen. Ik heb er zin in. Let's go, baby. Let's go, baby. Woo! Lekker, Noël. Zijn er gewoon weer, man. Trots. Twee keer, hè? Trots. Tupac is er ook weer bij. Ja, hoor. Sportshirtjes weer aan. Let's go. Deze beauty is er ook weer, hoor. Lekker, schatje. Let's get straight to it. Lekker, bro. Hey.
I get the goosebumps anytime. En dit was me toch even een partijtje lekker, dames en heren. Zo voel ik me nu ook wel een beetje, hoor. We hebben benen getraind. Ja, ja. Dat is al een tijdje geleden, dat zal ik heel eerlijk zeggen. We hebben een tijdje even benen geskipt. Maar Marjan zei, je moet ook wel een keer benen trainen. Dus dacht, ja, we moeten wel een keertje doen. Je zei altijd, ik heb al dik genoeg benen. Ja, nou, dat vind ik ook. Ja, ik heb al dikke benen, dus. Dan hoeft het niet. Dat was mijn excuus. Dat is wel wat ik altijd zei, ja. Mijn benen zijn al dik genoeg. Toch zat? Wat? Mijn benen waren al dik genoeg. Ja, zeker. Maar goed, we hebben het gedaan, dames en heren. We zijn weer geweest, dus het was top. Bedankt, Pim, dat we weer gebruik mochten maken van je sportschool. Top. Nee, wat is dit echt serieus? Boom! Ja! Kom op dan! Bro, je bent je dikke kop, man. Ja, sorry, man. Spijt me. Je hebt helemaal geen dikke hoofd. Dat is gewoon een grapje, man. Yes! Wat een geluk, man. I say right foot, Oh, sorry. Ja, bijna de 90ste minuut. Ik was even uit. Nou, hij scoort wel in de 90ste minuut, maar... Oh. Hoor je? Oh, nu is het serieus. Nee, jij bent altijd zo'n trieste guy die iemand heel erg boos gaat maken. Hoor je? Bro, zoveel geluk. Wat hier gebeurt, dames en heren. Deze man heeft zoveel geluk. Wie nu de eerste scoort? Eerlijk, dat is toch best ver. Een soort golden goal die doorgaat. Oh, wat een finisher! Boom, gek! Lekker. Het is maar 1-1, hè? Het is maar 1-1. Tel mij worstelen tegen elkaar, zal ik dan winnen? Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Denk je van wel? Ja? Echt? Wie eerst op de rug ligt, hè? Is goed. Op de bank. Fight! Je is al gezien, hè? Je ligt al. Ik lig al niet. Wat, ik lig niet? Ik lig niet op mijn rug. Hier, wat is er? Oké, jij zou winnen. FIFA koning en worstel koning. Oh. En zo. Oh. Lekker, man. De garage gaat open en hier gaan we deze twee prachtige auto's even inzetten. Alleen die auto, dat is wel even een beetje een nadeel trouwens. Die Mansory, die kan niet fatsoenlijk starten. Die start echt op zijn allerhardst gewoon. Die gaat dan, als je op het knopje drukt, dan gaat die net als mijn auto naar de 5-6000 toeren. Dat kan je niet veranderen. Dat hoort gewoon bij die auto. Maar goed, ik vind het wel fijn als ze even binnen staan. Dus let's go. Ga die auto's even naar binnen zetten. Eerst deze dan maar. Oké, dat is één. En nu de tweede hiernaast. Het moet lukken, lijkt me. Hoppakee, let's go. Wat staat hier in de garage, dames en heren? Ongelooflijk. Ja, de auto met deze lichten ook is echt bruut. Niet normaal. Holy smokes. Echt absurd. Echt absurd. Wat een garage zo. Dames en heren, eventjes naar de babykamer. Die echt ontzettend mooi is geworden. Echt niet normaal. Kijk dan, wat een andere sfeer en beleving dit is. Fijn, hè? Ja, nu kan ik echt niet wachten totdat die teddymuur ook af is. Ik ook niet. Nu is eigenlijk, zeg maar, dat nog een beetje het puntje dat je denkt, het is nog niet af. Klopt. Maar dan straks dit. Ja, gewoon de hele muur met dit. Ja, echt mooi. Ja, dus dat is wel echt top, hoor. Het gaat super mooi worden. Jeetje mina. Ja, die kleur maakt het echt veel aangenamer. Gewoon lekker warm of zo, hè? Ja, super blij mee. Dan hier mooi het ledekantje. Hier die wipwapstoel. Ja, dat is straks nog even de vraag. Want hier komt natuurlijk die kast. Dus ik zat een beetje al te kijken van, waar komt die stoel dan? Ja, nou ja, misschien dan toch wel ietsjes meer hier of zo. Ja, denk het ook. Of misschien moet het bedje dan toch zo staan. Zo recht, zo dat je daar iets met... Ja, want dit neemt natuurlijk nu al veel ruimte in beslag, omdat die zo staat. Klopt.
Dus misschien wil je hem dan toch met de muur meedoen. Maar ja, we moeten maar even kijken, want we willen sowieso natuurlijk ook nog even iets ophangen. Dus iets leuks en zo ophangen. En plankjes ook. Ja, en als die kast er komt, wordt het ook weer heel anders. Ja, joh, en dan zitten die kleertjes er allemaal in. Maar meestal hebben ze hier ook een beetje plankjes zo bij de commode. Ja, dat kan ook nog wel. Van die witte, lange IKEA plankjes en dan daar iets op of zo. Ja, dit en zo daarop zetten. Dat is superleuk. Ja, dat is ook supermooi. Ja, dit is ook echt top geworden hoor. Dat het helemaal geverfd is en helemaal mooi strak hier zo. Dat is echt mooi hè? Ja, super fijn. Ja, heel erg nice. Ja. Ongelooflijk. Ik vind het er even op te lijken. Ja, dus dit is ook... gaat de goede kant op. Welke moet er nog staan? Oh ja, klopt. Inderdaad. Ja, die is helemaal niet zo zwaar hè, die. Nee, klopt. Ik kan hem ook tillen. Ja, nice. Oké, die kunnen we nu al erachter zetten. Dat is wel heel erg leuk, hè, zoiets. Dat is echt schattig, ja. Past ook wel echt mooi bij de muur, moet ik zeggen, die kleur. Ja, dit had een kijker naar mij toegestuurd op DM. En toen had ik meteen een linkje gekregen en besteld. Want ik dacht, dat vind ik echt leuk. Ja, dat is echt schattig. Natuurlijk in overleg met jou, maar... Lekker! Heel erg nice. Mooie vooruitgang weer. Ja. Echt super blij mee. Ook echt super lief die doekjes die we allemaal hebben gekregen. En andere babyspulletjes van Samantha en Shade. Echt heel erg leuk. Zo dames en heren, wij gaan heerlijk slapen. En we willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. We zitten in bed lekker met wat snackies. 2 bakjes chips, 1 bakje komkommer en 1 bakje satésaus. Zaterdagavond, lekker je verwennen. Oké, goed. Ik check jullie morgen om 4 uur. We gaan dan naar het noorden, naar het prachtige Assen. Met de Joris Mansory natuurlijk. Super dik, ben ontzettend hyped. En tot morgen. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.